Zelfonderzoek betekent naar je eigen gedachten, gevoelens, gedrag en beweegredenen kijken en je afvragen waarom dit zo is. Het betekent op zoek gaan naar de wortels van wie we zijn en zoeken naar antwoorden op alle vragen die we over onszelf hebben. De belangrijkste taak van de coach in deze context is de cliënt helpen om tot de kern van zijn of haar probleem te komen en zelfonderzoek van de cliënt inspireren en stimuleren. Zie het hoofdstuk Niet sturend coachen. Reinhard Tausch biedt beschrijvingen van elke stap waardoor de coach de mate van zelfonderzoek van de cliënt exact kan meten. Stap 1. De cliënt praat niet over zichzelf, zijn gedrag of gevoelens. Hij spreekt uitsluitend over feiten die afhankelijk zijn van zijn persoon. Stap 2. De cliënt doet geen verslag van zichzelf, zijn gedrag of gevoelens. Hij spreekt uitsluitend over personen en of dingen die met hem te maken hebben. Bijvoorbeeld zijn ouders of zijn auto. Stap 3. De cliënt doet verslag van externe gebeurtenissen en zijn eigen gedrag, zonder te spreken over de gevoelens die daarmee verband houden. Stap 4. De cliënt doet verslag van externe gebeurtenissen en ook van zijn eigen gedrag, zonder te spreken over de gevoelens die daarmee verband houden. De coach kan aannemen dat wat hij of zij vertelt verband houdt met gevoelens of van groter belang zijn voor hem of haar. Stap 5. De cliënt doet verslag van zijn eigen gedrag of externe gebeurtenissen en de gevoelens die daarmee verband houden. Wat hij vertelt bestaat voor het merendeel uit een beschrijving van zijn of haar gedrag of externe gebeurtenissen. De gevoelens worden kort benoemd. Stap 6. De cliënt doet verslag van zijn of haar eigen gedrag of externe gebeurtenissen en over de gevoelens die daarmee verband houden. Wat hij vertelt bestaat grotendeels uit een beschrijving van zijn gevoelens. Stap 7. De cliënt doet voornamelijk verslag van zijn of haar gevoelens. Daarnaast moet de coach hem of haar zo benaderen dat die zijn of haar emoties verduidelijkt, ze in een nieuwe context ziet en zich afvraagt waar bepaalde houdingen vandaan komen. Stap 8. De cliënt beschrijft zijn of haar gevoelens tot in detail en geeft duidelijk uiting aan het zoeken naar nieuwe aspecten en verbanden in zijn of haar ervaring. Stap 9. De cliënt beschrijft zijn of haar gevoelens tot in detail. Het is duidelijk dat hij of zij nieuwe aspecten en verbanden ziet in zijn of haar ervaring. De omgekeerde piramide, opgebouwd uit 9 rechthoeken met een uiteenlopende mate van transparantie en omvang. Beide symboliseren dat hoe verder de cliënt gaat in zijn of haar zelfonderzoek, hoe beter hij of zij in staat is de waarneming uit te breiden met gevoelens, emoties en gedachten en de achtergrond daarvan, en het vermogen om de eigen competentie op te bouwen om zelfontwikkeling na te streven.